Het was wereldnieuws in Nederland in 2005. Het was in het 8 uur journaal. Dit was nummer 1. Want je kunt niet zeker weten en alles gaat voorbij. Maar ik geloof in jou en mij. Het is de cruciale regel uit Avond uit 1996. Dat nummer flopte destijds als single, maar is nu tot vele verbazing door de 6,5 miljoen luisteraars van Radio 2 gekozen als nummer 1 in de top 2000 aller tijden. Het programma dat bedoeld was als een eenmalig feestje voor het millennium is niet meer weg te denken van radio, televisie en zelfs de concertzaal. De top 2000 is van het publiek in het samenstellen en beleven van 2000 popsongs. Dit jaar bestaat de radio 100 jaar en in de verkiezing van de beste radioprogramma's staat de top 2000 op nummer 3. We gaan terug naar het jaar. In 1999 was er een ware lijstjeskoorts. Voor alles was er een verkiezing. De beste film van de eeuw, het beste televisieprogramma, het beste commercial, de beste persoonlijkheid van het millennium. Geen wonder dus dat zendercoördinator Kees Toering voor Radio 2 een top 2000 bedacht. Dat idee was niet helemaal nieuw. De top 100 aller tijden bestond al sinds 1968. Ja, dat waren slechts 100 plaatjes en werd meestal rond Pasen uitgezonden. Er waren ook wel meer ideeën rond het millennium. 538 had ook een bijzondere lijst rond de kerstperiode. Maar op Radio 2 ging het echt los. Goedenavond. Welkom bij Radio 2. En de Millennium Top 2000. Uw ode aan de mooiste muziek van de afgelopen eeuw. De Top 2000. Misschien was het idee van die platenkoffer met maar 10 platen die je mee kan nemen naar de volgende eeuw. Die de DJ's over de streep trok om mee te doen. Het publiek mocht de volgorde bepalen. Via een bon uit de krant of een briefkaart konden ze hun voorkeur aangeven. Ja, de Top 2000 1999 was gewoon nog analoog. Al werd tijdens de uitzending wel gevraagd om een mailtje te sturen met het verhaal achter de plaat. En maakt de muziek iets moois bij u los wat u graag aan ons wil onthullen? Mail ons dan op top2000@omroep.nl, top2000@omroep.nl. En de mooiste kwam net binnen van Joyce Emanuelson. Lastig hoor, die top 2000, terwijl het leven gewoon doorgaat. Vanwege het enorme succes, 4 miljoen luisteraars, besloot de zender het in 2000 gewoon nog een keer te doen. Het was geen eendagsvlieg. De timing was perfect rond de kerstperiode. En er kwamen steeds meer luisteraars en er werden meer stemmen uitgebracht. En de zender zelf riep steeds meer mensen op om ook hun stem uit te brengen. Vanaf tweede kerstdag is hier weer de Radio 2 Top 2000. Dag en nacht de beste muziek ooit gemaakt. Met het groeiend aantal liefhebbers steeg ook het aantal critici. Debat was nou juist een van de aanjagers in de crossmediale aanpak. Vooral de televisie bleek een perfect podium om te pleiten voor een hogere notering of verhalen achter de plaat. Het decor voor de televisieuitzending van de Top 2000 Agogo werd gered van de vuilnishoop. Het programma Zaal Hollandia was gestopt en geflopt en dat was het perfecte podium. Goedenavond dames en heren, welkom in Zaal Hollandia. De zaal waarin iedere donderdagavond opnieuw een andere bekende Nederlander zijn eigen programma presenteert. Toenmalig zendercoördinator Matthijs van Nieuwkerk presenteerde in 2002 voor het eerste Top 2000 Agogo. Goedenavond, welkom bij de Top 2000 Agogo. Redacteur Leo Blokhuis werd het jaar erop sidekick en gepromoveerd tot popprofessor. Het format stond al vrij snel, al werd de tone of voice steeds losser en de sfeer in het café steeds gezelliger. En er kwamen allerlei spin-offs, als de Nacht van de Popmuziek, de Popquiz Agogo of de Top 2000 telt af. Waarin Leo Blokhuis door Nederland rijdt en de top 10 aftelt. En uiteindelijk terechtkomt bij Hans Schiffers in de huiskamer, waar de laatste 10 nummers presenteerd worden op 31 december. Ik heb hier naar uitgekeken naar dit moment. Nou, ik ook, want ik heb de hele top 10 gedaan en we zijn er nu zo'n beetje door. Jij ook, denk ik. De reacties van de luisteraars waren voor de wetenschap een goudmijn aan data. Over geheugen, nostalgie en over emoties. Er kwam zelfs een boekje, de Top 2000 onder professoren. En er werden verhalen opgeslagen in het Nationaal Archief. Het werd cultureel erfgoed. Vanmiddag wordt het Top 2000 Verhalenarchief 2006 officieel gesloten. Een prachtige oogst aan persoonlijke herinneringen aan liedjes uit de Top 2000 worden aan het eind van deze rondleiding officieel overhandigd aan het Nationaal Archief uit Den Haag en daar voor de eeuwigheid bewaard. Er was nog één stap te gaan in de optimale beleving van de Top 2000.
In 2008 stond al een deel van dit decor in het Museum van Beeld en Geluid. En mensen konden daar wat drinken, vonden dat hartstikke leuk. Dus toen in 2010 de televisieopname de studio ergens neer moesten zetten, was het niet zo gek om dat in beeld en geluid te doen. En ook te besluiten om de radio-uitzendingen voortaan live vanuit dit decor te doen. Dat was voor de DJ's wel een enorme overgang om voortaan met publiek uit te zenden. En zou dat publiek komen? Jazeker. Hier huist deze dagen de stamkroeg van Nederland, het Top 2000 Café. Het loopt een storm van 's morgens 9:30 tot 's avonds 9:30. En waarom? Ja, die verbinding is iets wat mensen fantastisch vinden. En dat hebben we gewoon niet zoveel meer. Het verbinden van het publiek, dat is de kern, zowel op radio als televisie. En het is niet de lijst zelf, maar het proces ernaartoe dat van belang is. Het samenstellen van je eigen verleden. Het is een twist over smaak. Over een scala aan gezamenlijke ervaringen. En die gaat in de Top 2000 over generaties heen. Maar aan het eind is het toch altijd hetzelfde liedje.